Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we brede opklaringen boven Nederland, maar ook wolkenvelden. Soms zijn dat dunne sluierwolken waar de zon goed doorheen komt. Maar er komen ook dikkere wolkenvelden voor en dan heeft de zon het dus moeilijk. Vanochtend dus een afwisseling van zon en wolkenvelden. In het noorden misschien een druppeltje, maar dat is een licht buitje. De temperatuur gaat rap omhoog. Aan het begin van de ochtend is het al zo'n 20, 21 graden. En vanmiddag wordt het dan flink warm. In het zuiden zelfs 28 of 29 graden, misschien lokaal 30. Noorden blijft wat achter, daar is het aangenamer. Buien komen laat in de middag in Zeeland, breiden zich in de avonduren richting het noordoosten uit en bereiken Groningen pas tegen 10 uur. Het kan stevig regenen, hagel en onweer, maar de buien duren niet lang, hooguit een uurtje of anderhalf uur. Morgen kan er dan vooral enkele buien in het oosten en zuidoosten vallen. In de rest van het land is het droog en zijn er flinke perioden met zon. Langs de oostgrens 25 graden, langs de westkust 19 à 20. Zaterdag een licht buitje, zondag een enkele bui en ook maandag een enkele bui. Al met al is het niet al te nat de komende dagen. Paraplu is soms wel nodig. Verder flinke perioden met zon en temperaturen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. 18 tot 23 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.